bedoel je ermee? 30 keer helemaal niet. Ja. Ja, dat is jammer natuurlijk. En zeker en vast niet zo dat het hoog wordt. Maar ik denk dat vooral de focus moet liggen op het damesvoetbal en de organisatie die toch fantastisch is gerealiseerd. Dus ik denk dat nu wel het belangrijkste is. Voor jou, je hebt het seizoen met handen gelegd. Dat is ook een beetje mijn deur gegeven. Het is toch het verlies van die bekerfinale. Maar er komt nu een EK aantocht. Wat voor België een unicum is. Eerste maal, hoe kijk je daar naartoe? Ja, inderdaad. We hebben met Anderlecht dat seizoen jammerlijk afgesloten. Maar ik denk dat we als ploeg zeker tevreden mogen zijn met de progressie die we gemaakt hebben. Als ik kijk waar we geëindigd zijn op het einde van het seizoen, mogen we zeker en vast tevreden zijn van het hele seizoen. Wat de Red Flame betreft, is spannend natuurlijk. We zijn met een grote groep. Ik denk dat iedereen nu zal moeten knokken voor zijn plaats. En dat is ook wat mijn boodschap is deze zomer. Ja. België zit in een vrij moeilijke groep. Noorwegen, certitude op EK's. Denemarken altijd, Scandinavië altijd moeilijk. En het gastland, dat is geen geschenk met de hemel. Nee, maar ik denk eens dat je daar terecht komt, eens dat je naar het Europees kampioenschap mocht gaan en kunt gaan, denk ik dat er nog met cadeaus gewerkt wordt. En ik denk dat geen enkele poule echt een cadeau was geweest. We zullen elke wedstrijd alles moeten geven en dan zien we wel. Ik denk dat alle kanten op kan. En persoonlijke ambitie, volgend jaar nog Anderlecht of dat is nog onduidelijk. Het is nog geen zekerheid, dus dat valt nog af. Het is wel een team wat zich na het volgende seizoen toe al serieus gesterkt heeft en er echt ook in begint te geloven. Ja, zeker en vast. Anderlecht is altijd een club die er mag in geloven, die er moet in geloven. De club maakte, ik heb nu 5 seizoenen gespeeld, de club maakte heel veel evoluties. En zeker naar volgend jaar is opnieuw grote stappen aan het zetten. En dat is alleen maar fantastisch voor de club en voor iedereen die hem daarvoor inspant. Dus ik vind dat wel heel mooi. Ja. Dan zou ik zeggen, verder genieten van de namiddag hier met de andere dames. En veel succes in Nederland. Dankjewel. Dankjewel.